Tienduizenden mensen hebben de afgelopen weken een lampion gedoneerd voor een dierbare. En honderden van hen zijn hier vanavond ook aanwezig in de tuin van Paleis Soestdijk. En samen met hen ontbranden we vanavond het hart van licht. De tuin van Paleis Soestdijk was vorige week nog helemaal leeg. Met behulp van landmeters werd er midden in de tuin met een lichtsnoer van ruim 12,5 kilometer een gigantisch hart uitgezet. Meer dan 300 KWF-vrijwilligers namen enkele dagen geleden hun intrek in een van de vleugels van het paleis. Ja, het is tijd om het grootste hart van Nederland te laten oplichten. Om alle mensen te steunen die met kanker te maken hebben. Dit is het ontbrandingsmoment van de Lampionnenactie van KWF 2018. Dreams are like angels, they keep at bay. Love is the light, scaring darkness away. Deze lampion is voor mijn vriend Jaap. En die is overleden in 2017. Op 15 juni. Drie dagen nadat ik zelf het bericht had gekregen dat ik zelf heel erg ziek was. En het ook maar de vraag was of ik het zelf nog zou gaan halen. Kanker is het meest eenzame proces. Vooral omdat het in je eigen hoofd heel erg zwaar is. Weet je, het is fysiek zwaar, maar mentaal is het nog veel zwaarder. En dan is iedereen die aan je denkt genoeg. Dat brengt zo'n ongelooflijke kracht in je naar boven. Ik vind het heel mooi, heel hartverwarmend dat mensen aan mensen denken met kanker en een hart om de riem willen steken. Vivian, vertel, hoe gaat het daar? We staan in de tuin en het ziet er hier prachtig uit. Het is het derde jaar dat er zo'n hart van Lampion in het licht wordt gezet. Anja Griffioen, u doet onderzoek naar een vaccin tegen kanker. Hoe realistisch is het eigenlijk? Nou, ik denk dat het heel realistisch is. We hebben in laboratoriumonderzoek al aangetoond dat het kan werken. Het zal nog wel eventjes een tijdje duren. We hebben nu een grote subsidie van KWF gekregen. En wij hopen stiekem ook dat we zo'n vaccin in de toekomst preventief kunnen gebruiken. Het is enorm indrukwekkend en ontroerend zelfs. Zo mooi. Eentje daarvan is ook van jou. Voor wie? Ja, er brandt één voor mijn moeder, Roos. Die is 6 jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker. En natuurlijk brand ik er één voor haar. Maar helaas in iedereen zijn dagelijks leven komt het veel te vaak voor. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit doen. Dat we proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Om te zorgen dat dit goed gaat komen. And I will try to fix you.